René, hoe ben je toegekomen om fuchsia's te gaan kweken? Jaren geleden ben ik met iemand in contact gekomen. Dat was meneer Bresser uit Molenschot. Die deed dit al, op deze manier, 25 jaar geleden. Dus dat was eigenlijk tegen de regels van fuchsia. Want de fuchsia die moest droog weggezet worden, niet te veel water. Ja, en die man die deed net het tegenovergestelde. Veel water, ga je wilderige planten, veel bloemen. En ik was al een paar keer bij hem wist te kijken en ik had verteld van dat ik dat wilde dan, net als hij deed. Dat hij zei tegen mij, jij komt in september bij mijn stek halen en dan zet ik jou in het zadel. Je moet zelf het gaan doen, maar ik wil je wel helpen. En dat was de grote aanzet op die manier gaan doen. Ja, er zijn er denk ik op dit moment 10, 15.000 soorten zijn er al. Er komen er elk jaar, ik weet niet hoeveel bij. En normaal is de oude soorten van vroeger, een Celica smetli, een Pink Marshmallow. Dat zijn planten die zijn vroeger geënt en die zijn sterk. En daar wordt veel planten van afgehaald. Maar de planten die op dit moment allemaal op de markt komen, ze zijn mooi. Maar er zitten ook nog wel wat hiaten in hoor. Echt wel. Wat voor hiaten bedoel je dan? Nou, slechte planten zijn. Qua groei, qua bloem, qua ontwikkeling. Kijk, en van bepaalde veredelaars. Die hebben altijd goede planten. En heb je zelf al nieuwe soorten ontwikkeld? Nee. Dat wordt mijn. Ten eerste heb ik geen tijd voor. En vind ik ook niet interessant. Ik vind de bloem. Als een plant komt, de bloem is goed, hij is dubbel. Dat is mijn hoofdzaak, dat die dubbele bloemen. Dat zijn dubbel, dat zijn grote bloemen. Dat geniet mijn voorkeur. Kijk, maar dit is een enkele, dat is een kleintje. Maar ja, goed, die is dan weer wilderig en die erachter hangt ook. En dat vind ik dan ook wel mooi. En ja, je hebt een heel gevarieerd pakket natuurlijk, want ja, je hebt ze in allerlei kleuren, vormen. Ja, en dat is het mooie ervan. Kijk, ik heb er hier tussen de 135 en 140 hangen. Ja goed, ze zijn allemaal verschillend. Hoeveel onderhoud gaat hierin zitten? In februari, maart worden ze opgepot. En dan worden ze in de kas, staan ze dan, zijn kleine plantjes, want ze worden in september gestekt. Overwinter in de kas, dan worden ze in deze groene potten gezet en dan beginnend. Dan gaan ze in een plastic kas, dan blijven ze inhangen tot na de ijshalige, 15 mei, 14, 15 mei. Dan gaan ze naar buiten, dan wordt het werk iets minder, want dan komen ze automatisch aan het druppelsysteem te hangen en zo. Dus dan wordt het allemaal iets minder, bestrijdingsmiddelen krijgen ze gewoon mee. Ja, dan wordt het wat minder. De drukke periode die komt er dadelijk aan, in augustus, september zeg maar. Dan ga je plant gereed maken, dat je stek maakt. En dan ga je stekken. En dan, ja, wij doen met dat systeem ook dat ze elk jaar weggegooid worden. De moederplanten worden weggegooid. Wat doe je als je geen plaats genoeg meer hebt? Zou je ervoor gaan verhuizen? Nee, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat ik nog ergens zo'n stekje kan vinden met zoveel grond en een huis wat nou onze zin is. Dat denk ik niet meer dat er ergens is. Of het zal een grote tuinderij moeten zijn. Maar nee, gezien mijn leeftijd zal dat ook niet lukken.